Veilinghuis wordt mede mogelijk gemaakt door slaaienslag.nl. Niels, Martijn en Joost mogen de komende weken op vette prijzen en ervaringen bieden. De hoogste bieder gaat er met de prijs vandoor. Maar wie lager biedt dan de rest, moet een anti-bucketlist challenge ondergaan. Dit is het Veilinghuis. Welkom heren. Hey. In het Veilinghuis. Voor jullie ligt een persoonlijke tablet. En daar mogen jullie straks je bod op doen. Zorg ervoor dat je dus niet te veel biedt, want elke euro mag je maar één keer uitgeven. Zijn jullie er klaar voor? Jazeker. De prijs van deze week is met een eenhoorn XXL achter een speedboot hangen. We regelen een speedboot, vrouwen, champagne en een reusachtige opblaasbare eenhoorn. Degene met het hoogste bod bepaalt ook nog eens een keer het lot van de nummer 2. Neemt hij hem mee of niet? Mannen, sla je slag. De tijd gaat nu in. Jullie mogen een bod plaatsen. Hoppa, meteen 5 euro. Oké, Joost gaat 5 euro. Spenden, hoor. Ik ga scheid hebben nu. Ja, ik heb geld. Wat doet Joost? Ik kijk nog heel veel kat uit de maan. En dan gewoon vol inzetten. Het ziet er wel vet uit. Ik kijk hem ook. Ja, hij is bang. Ja, jongen. Zal ik alvast een getalletje intoetsen? Het zijn sowieso 2 cijfers. 5, 4, 3, 2, 1. Nee! Nou, Michelle, verlos ons. Mag ik het zeggen? Ja. Degene die het hoogst geboden heeft, is Niels. Hoeveel heb jij geboden? Nul. Nul? Ja, 0 euro gegeven. Jij hebt 35 euro te veel betaald. Ja, het kwam een beetje door de druk op het einde. Maar ja, ik had money to spend, weet je. Dus dan doe je gekke dingen. We hadden een deal, toch? Als jij won, dan... Oh ja, dat hadden we inderdaad afgesproken. Dus let's go. De volgende keer dat jij wint, mag ik mee? Als ik win, dan mag jij mee, ja. Oké, deal. Ja, daar ben ik dan wel heel benieuwd naar, want wat ga jij doen? Nou, dat ligt een beetje aan wat de anti-bucketlist challenge is. De verliezersopdracht van deze week is met een bakfiets aan de andere kant, links dus, van de weg fietsen. Maar ik ga nog liever kaal dan dat ik dat ga doen. Ik ga nog liever aan de pillen bij Irena Moors dan dat ik dat ga doen. Ik stop met dit programma, dit gaat mij veel te ver. Welke zieke geest heeft dit bedacht? Hé, hey, er komt nog iets bij. Jos, neem mij mee, ik sta me in de steek. Maar er komt nog iets bij. Dit gaan we niet gewoon op een normaal tijdstip doen. Dit gaan we doen tijdens de spits. Tijdens de spits! Nee! Ja. Godverdomme! De hele dag kun je dit doen, maar tijdens de spits wil je het niet doen. En dat is tijdens de spits. Hoor. Nee, maar even eerlijk. Ik vind dit wel leuk eigenlijk. Als Joost in die bakfiets gaat zitten, dan wordt het wel lachen, toch? Joost, wat moet jij met al die modellen? Mee kijken. Alleen kijken. Een champagne drinken. Ja, even denken. Dit is wel een lastige keuze. Nou, normaal gesproken deel ik geen vrouwen, maar voor deze keer... Big Jossa mag met mij mee. Normaal gesproken deel ik geen vrouwen, maar voor deze cool, keer... Een boom met modellen, champagne en een eenhoorn. Dat laat ik natuurlijk niet aan me voorbij gaan. Ik heb mijn enkel band afgedaan van mijn vriendin. En ik ben nu een free man. En ik heb besloten om de hele dag mijn zonnebril op te houden. Omdat ik keihard ga shinen vandaag. We hebben gisteren al een kleine pre-party gehad met de modellen. Er zijn er nu een aantal niet komen opdagen daardoor. Maar je hoort het ook wel aan de stem van Joost. Het was gezellig. Ik heb eigenlijk wel hoge verwachtingen. Als mij wordt beloofd een boot met modellen, dan verwacht ik hele mooie vrouwen, gezelligheid. Toch? Ik verwacht een dikke boot. Ik verwacht lekker drinken. Ik verwacht geen goedkope champagne. Gewoon, ik verwacht een beetje luxe. Oké. Ja, ik heb verloren. Ik moet met deze bakfiets van noord naar zuid fietsen. Ik mag alleen links fietsen. Dat betekent dat iedereen heel erg boos op mij gaat worden. En ik denk dat ik deze heel vaak ga horen. Zo Joost, de dag van het jaar voor ons is aangebroken. Wij mogen deze geweldige speedboot op. En we mogen ook straks
plaatsnemen op die gigantische unicorn. Dat is niet alles. Nee. Jij hebt ook al mijn ex uitgenodigd. Dat klopt, inderdaad. Als modellen. Inderdaad, ik heb heel Alphen aan de Rijn leeggetrokken. Die vrouwen zijn nog onderweg. Maar ik zou zeggen, laten wij lekker op die boot stappen en alvast wat moed indrinken. Oh, dat is een goeie. Zullen we gewoon even eerst de champagne open trekken en dan naar de vrouw kijken? Ja, lijkt me heel goed. Kijk, mij is rebels aan de linkerkant van deze fietspaden fietsen. Ha! Kijk hoeveel mensen er last van mij hebben, dat is niet normaal. Dit is zo lijp, ik heb nog nooit zoiets geks gedaan in mijn carrière. Wojo! Yay! Op ons leven! De meest goedkope meuk. Dames, komt u maar. Nou, dit is de meest ordinairste vleeskeuring ooit, Joost. Ja, zeker. Maar ik zeg er geen nee tegen. Welkom aan boord. Je bent bij deze helemaal... Oh, oké. Okay. Een box. Een box. Ik dacht... Tik hem aan. Ik dacht... Nee? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nee, ik denk, je gebruikt mijn arm als steun. Ik zeg, aan boord. En dan kom je aan boord. Of... Nee. Oh, nee. Tegenliggers. Oh, toch niet. Oh, wat zitten Joost en Niels toch ongemakkelijk met die modellen. Ja, wat moet je ermee, hè? Wat moet je daar nou mee, hè, Joost? Dat ben jij niet, hè? Nou, de volgende. En wie ben jij? Ik ben Angela. Angela. Zou je eerst nog een klein rondje willen draaien? Jezus. Ja, jullie moeten het ervan nemen. Last but zeker niet least. Zeker niet. Is hier? Liv. Liv. Ja. Liv, love. Kom aan boord. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, kijk eens, gebruik mij maar als leuning. Studenten en zo. Nou, Niels, hebben we dat even goed gezien? Zag er slim uit. Nou, ik moet zeggen, ik had het drukker verwacht. Wat jij? Sorry. Jongens. Ik ben nu op 1/4. Ik ben er best klaar mee. Persoonlijk. Of wat? Sorry. Yeah, you're right. Dames, er staat geweldige champagne voor jullie klaar. Ik zou zeggen, schenk lekker een glaasje in. Dan gaan mijn vriend Eenhoorn Joost en ik ons begeven op de XXL Unicorn. En dan gaan we nu... Waarom heb jij je t-shirt aan? Oh shit, ouwe. Ja, dan moet ik een beetje schaam voor mijn sixpack. Ja, ik ook. Maar ik vind het wel lekker als we het gewoon allebei hebben. Oh! Getraind, één dag. Ja. Super sorry, I'm not from here, I'm so sorry. Oh, ik vind dit niet leuk. Sorry jongens. Zo, even tempo maken hier zo. Meters pakken. Kom op. Oh man. Hoe lang nog? Is het einde al dicht? Mijn bevindingen, ik moet zeggen, ik begin ook een beetje fysiek uitgeput te raken. Ik zit niet zo heel vaak op de fiets. Dat betekent ook dat ik steeds minder zin heb om een woordje te doen. Ik fiets gewoon links en mensen die het niet bezin, die het niet leuk vinden. Not am I a problem. Nou, ik vond het date met de vrouwen gewoon heel leuk. Ik bedoel, ik heb wel het idee dat ik Liv beter heb leren kennen. Ik voel voor haar wel iets. Ja, Jules, dat is hoe zij aan de haar zit, vind ik fantastisch. Ik denk dat elke man wegsmaalt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen en ik hoop... Wat dat betreft wel dat ik natuurlijk de temptation kan weerstaan, maar het gaat lastig worden. I'm so confused. Woe! Volgens mij zijn we er. Maar hij is even vol, wat staat daar? Staat er Amsterdam-Zuid? Volgens mij staat er Amsterdam-Zuid. Volgens mij was dit het eindpunt. Volgens mij ben ik klaar. Jezus, ik weet niet wat ik vermoeiender vond. Dat fietsen of mensen lastig vallen, want zeg nou eerlijk. Er vallen wel vaker mensen lastig, maar fiets ik vaker? Nou nee. Maar ik ben blij dat erop zit, jongens. Ik pak lekker de Uber naar huis. Ik hoop dat Niels en Joost naar mooie vrouwen hebben kunnen kijken. Ze zich heel erg hebben gefrustreerd, want er niks mee hebben mogen doen. En vanavond zich moeten aftrekken in de douche omdat hun vriendin in bed ligt.
En ja, volgende week gaan we natuurlijk gewoon weer een nieuwe veiling in. En ik hoop dat ik dan wel win. Want dit is natuurlijk helemaal kut. Oké, doei. Niels heeft 50 euro geboden en was daarmee de hoogste bieder voor de Eenhoorn XXL. Hij heeft de helft van zijn geld besteed en houdt nog 50 euro over voor de komende twee afleveringen. Joost neemt 55 euro mee naar de volgende week en Martijn 65. Volgende week een nieuwe veiling. Tot dan! Wil jij nou ook een goede deal scoren? Ga dan naar slajeslag.nl en bied mee op horloges, speakers, gereedschap en nog veel meer.